Hey Perry. Jos, hoe is het? Ja, goed. Met jou? Lekker. Ik heb alleen een vraagje. Ik ben op zoek naar een ingrediënt voor dieraardige lunchgerecht. En ik heb zeewier nodig. Heb je dat? Nou, in het Oceanië hebben we sowieso heel veel zee. Dus misschien ook wel wier. Maar dan moet je wel even naar het Oceanium komen. Kom dan naar de haaientunnel. Dan zie ik je daar. Even kijken hoor. Ja, de haaien is goed. Ja? Ik zie je zo. Oké, ik zie je zo. Mazzel. Hoi. In Keuken Blijdorp nemen we je mee op reis naar de dieraardige kinderlunch van Blijdorp. De komende tijd bereiden we 6 gerechten, stuk voor stuk gebaseerd op het dieet van 6 bijzondere dieren. Want wist je dat mensen heel veel kunnen leren van de eetgewoontes van dieren? Samen met chefs van het Nieuwe Nassen, Perry en Pepijn, en dierverzorger Jos, brengen we het eten van de dieren naar jouw bordje. En het wordt gruwelijk lekker. Dit is Keuken Blijdorp en vandaag bezoeken we de doktersvis. Hoe is het? Vet, hè? Ik was heel even in... In een andere wereld. Even in een andere wereld. Ja, dan ben je hier ook echt. Wauw. Het is echt, echt zo magnifiek, hè? Chillen. Ja. Maar daar zijn we niet voor. Nee, tuurlijk. Ja. Ik moet zee hier hebben. Zee moet je hebben. Ja. Nou, hoop zee. Op zoek naar wier. Ja. Ik weet precies de collega die daar alles van weet. Ja. Sander. Ja. Maar dan moeten we wel naar de doktersvis. De doktersvis? De doktersvis. Die heeft zeewier. Die heeft zeewier en die gaat zeewier grazen. Dus dan kunnen we daar gelijk tegen voor zeewier. Wat vet. Ja, hè? Oké, okay, top. Heerlijk zien. Ik blijf gewoon even kijken hoor. Ja, tuurlijk. Hey Sander. Ja, iets van hem al. Daar gaat hij. De doktersvis is daar. Yes, daar. Onze aflevering gaat over lokaal. Ja. Yes. Waarom is doktersvis lokaal? Want waar had hij zijn eten vandaan? Nou, dat doet hij eigenlijk heel erg lokaal. Hij eet eigenlijk allemaal de algjes tussen de koralen weg. En op die manier kunnen die koralen ook floreren. Nice. Mooi, hè? Ja, dat is top. Ja. Dat is echt het ecosysteem van die vis. Leeft hij, woont hij, werkt hij, dat doet hij alles. Ja, ja. Daar zijn we hier in de diergaarde ook druk mee bezig. Ja. Want hier hebben we kleine ecosystemen. Dat betekent dat je soms ook... je even moet verplaatsen in die vis. Ja. Dus in dit geval zeg ik dan dat die vis is geen vis, maar een koe. En wat moet hij dan doen? Grazen. Nou, als we dan niet genoeg algen hebben, hebben we daar een speciaal steentje voor. Hier heb ik zo'n graassteen. Dit is een mix van algen en wieren. En die smeren we over de stenen in, zodat die vissen echt kunnen grazen zoals ze doen in het wild. En grazen impliceert al dat ze niet iets anders dierlijks eten. Dus ze eten alleen maar planten en dat doen ze best lokaal. Deze komen ook gewoon uit de Oosterschelde. En het coolste is eigenlijk, die grazende vissen, die kunnen gewoon die algen, uit die algen omega-3 vetzuren halen. Ja. Dus je hebt helemaal geen vis nodig om dat te eten. Je kan gewoon lekker uit de Noordzee grazen. Nul vis, Oosterschelde, zeewier en lokaal, daar kunnen wij heel veel van leren. Absoluut. Volgens mij is Pepijn er druk mee bezig. Dankjewel, we gaan die kant op. Ja, een pokeball. Een pokeball. Ik kom net bij Sander vandaan. Ja. Die doktersvis die eet zich helemaal schil aan zeewier. Ja. Dat hebben ze heel tof. Hebben ze daar op een schelp Oosterschelde zeewier hebben ze daarvoor gebruikt. Gaaf. Heel tof. Ja. Heel mooi om te zien. Deze zeewier komt niet uit de Noordzee. Nog niet. Uit de Oosterschelde. Nog niet. Nee, maar nog niet. Daar zijn ze wel mee bezig. Er komen steeds meer zeewierboerderijen, heette dat ook echt. Er wordt een hele grote geplant in de Noordzee. Ja, duurt niet al te lang, of we hebben gewoon voor ons mensen lekkere Nederlandse zeewier. Omega 3 zit erin, wat heel erg goed voor je is. Je hoeft niet veel van te hebben, maar wel een beetje. Ja. Dus dit allemaal bij elkaar heb je een, daar wordt de dokter blij van. Daar wordt de doktersvis blij van. Ja, daar wordt de doktersvis blij van. Nou, de rijst hebben we voorgekookt. Dus ja. die ga ik nu maar aanmaken met een beetje sushi-azijn. Dat is rijstazijn waar al wat zout en een klein beetje suiker in zit. Rijst op smaak? Ja. Het is wel echt heel snel klaar, hè, een pokeball. Ja, de voorbereiding is altijd een beetje, maar daarna is het echt heel leuk om voor meer mensen te maken. En dan hebben we hier al alle groentes die we erop gaan zetten. Want edamame-boontjes voor de eiwitten. Samen met de rijst, de perfecte combinatie. We hebben wat worteltjes, komkommer, taugé.
Hier nog een heel mooi radijtje en de zeewier. De star of the show. Nou, dan gaan we maken, toch? Maak eens een bommetje. Echt heel erg lekker, lekker in het midden. En dan hebben we mooi een paar van die nori. Of zoals mijn goede vriend Edwin hier, de chef, zegt, pot van nori. Dan hebben we nog wat sesamzaadjes nodig. Belangrijk. Belangrijk. Hé, hey, we zijn er. Oh, kijk. Ik heb de sesamzaadjes. Ja, top. Heb je ze allemaal geteld? Precies genoeg voor het keer. Zo. De Pokeball. De Pokeball. Nou, dat is hem dan. Lekker. Lekker proeven. Pokeball. De Pokeball. Gaan we allemaal even een beetje prakken en husselen? Of krijgt iedereen een worteltje en een dingetje? Ik denk wel, we gaan moeten mixen. Mixen? Ja, joh. Even een klein appel. Als je echt gezond wil eten, dan is dit echt een topper. Jongens, wat vinden jullie ervan voor de rest? Ja, ik vind het top. Deel. Ja, super lekker. Jongens en meisjes, de Pokeball. Favoriet hier aan tafel. Super gezond, super lekker en heel makkelijk te maken. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Maak hem, stuur hem in. Website van Diergaarde Blijdorp. En wie weet staat hij op de kaart. Tot de volgende.